In deze video bespreek ik paragraaf 19 van Pro Sexto Roscio. Met het allereerste woord pakt Cicero het occiditur van paragraaf 18 nu in weer op. Daar was die Sextus Roscius, die vader, was daar vermoord. En dat werd weergegeven door een opvallend presens historicum occiditur. Hij vertelt in deze paragraaf wat er gebeurt na de moord. Occiso Sexto Roscio, ablativus absolutus. Letterlijk met Sextus Roscius vermoord zijnde, veel beter Nederlands, na de moord op Sextus Roscius. Als eerste, naar Amerika bericht dat. En dan komt pas het onderwerp, dat is natuurlijk het belangrijkste informatie van deze zin, opvallend achteraan. Mallius Glaucia quidam, een zekere Mallius Glaucia. Een homo is een mens, tenuis, is hier vertaald met arm. In ons boek wordt het vertaald met van lage afkomst. Het kan allebei betekenen. Homo tenuis is door de vertaler hier samengevat met alleen arm. Want libertinus, dat is een vrijgelatene. Een cliëns, dat is geen klant. Het wordt vertaald met cliënt, maar dat is een beschermeling van een rijke man. In dit geval dus van die Titus Roscius daar. Dat is Titus Roscius Magnus die in de zaal aanwezig is. En je moet je weer voorstellen dat Cicero naar hem wijst op dit moment. Dus een cliëns en een familiaris. Een familiaris is een lid van de familia van iemand. En dat moet je veel ruimer zien dan in het Nederlandse familie. Dus een huisvriend van die Titus Roscius daar. En hij meldde. Het staat er in het Latijn niet, is ook niet nodig. En hij meldde het naar het huis, letterlijk bij het huis. Non, set, niet van de zoon, dus niet van de zoon van de vermoorde, maar van Titus Capito, dat is die andere Titus Roscius, zijn vijand. Door de vertaler is vijand toegelicht met dat de vijand van de vader is. Et en, cum met de conjunctivus esset, en omdat hij vermoord was, en hoewel hij vermoord was, komt hier beter uit, en toen hij vermoord was, na het uur, het primam horam, het eerste uur noctis van de nacht, en hoewel hij na het eerste uur van de nacht vermoord was, we hebben in de klas uitgerekend dat dat ongeveer om 10, 11 uur 's avonds moet zijn geweest, primo di luculo, het eerste primo di luculo bij het eerste ochtendgloren, noemtejus hic, kwam deze boodschapper of deze boodschap, kwam die aan in Ameria. Cicero benadrukt hier de snelheid waarmee dat kennelijk moest gebeuren. Het bericht had haast. En die snelheid wordt in deze paragraaf ook benadrukt door het vele gebruik van het woord primus, alles moet als eerste. En dat het gaat over een bericht, volgens mij komen woorden die berichten of bericht of boodschapper betekenen, komen een keer of vier voor. Even tellen, nuntiat, net hadden we nuntius, en volgens mij kwam die nog een keer voor, zie je wel, daro. Dus dat bericht komt opvallend snel in Ameria aan, namelijk 10 horis nocturnis in 10 nachtelijke uren. Vloog hij door, doorvloog hij, staat er letterlijk, doorvloog hij sexet quinquaginta 56.000 van passen, staat er letterlijk, dat is de normale uitdrukking voor het woord mijl, in de 10 nachtelijke uren, of in 10 nachtelijke uren, doorvloog hij 56 mijlen, kiziis, met een reiswagen. Het kiziis is meervoud, dat kan vertaald worden als enkelvoud, dat komt regelmatig voor. Het kan ook betekenen dat het bericht zoveel haast had dat er van wagen gewisseld werd en dus ook van paard gewisseld werd. En dat er heel snel overgestapt werd om maar zo snel mogelijk in Ameria te zijn. Dus die 56 mijl, we hebben uitgerekend dat dat zo'n 80 kilometer geweest moet zijn. Die doorvloog hij, Mallius Glaucia, non modo ut. Cicero gaat nu een bedoeling suggereren en daar gebruikt hij wat graphic details bij, zullen we zien. Niet alleen opdat hij
Dan moet ik een conjunctivus hebben op dat hij afleverde dat bericht. Niet alleen op dat hij dat bericht zou afleveren als eerste. En dat bericht staat nog bij dat het exoptatum gewenst is door de vijand. Hè, bij de vijand. Dat exoptatum kun je wat mij betreft laten horen bij dat exoptatum. Het bij de vijand zo gewenste bericht. Ik heb daar een voorkeur voor, het staat ertussen. De vertaler vertaalt het als dativus bij afferet. Dus omdat hij om bij die vijand af te leveren het zo gewenste bericht als eerste. Dat suggereert Cicero als bedoeling. Niet alleen dat, maar ook opdat hij, dat ut, daar hangt ook die conjunctivus ostenderet van af. Maar ook opdat hij toonde om te laten zien. Wat te laten zien, leidend voorwerp cruorem, dat is bloed na een moord is dat. Normale Latijnse woord voor bloed is sanguis. Maar ook om het bloed inimici van de vijand niet vertaald. Dat bloed van die vijand, Sextus Roscius, de vader wordt hier een vijand genoemd van degene die het bericht moest krijgen natuurlijk. Ook om het bloed te tonen van de vijand. Dat bloed wordt gezegd dat het quam recentissimum is, zo vers mogelijk. Quam met een superlativus betekent zo huppeldepup mogelijk. Om het bloed van de vijand zo vers mogelijk te laten zien. En wat nog meer te laten zien, telumque en het wapen dat extractum was. Het e corpore extractum uit het lichaam getrokken wapen. Te laten zien, Paulo Ante, dat hoort bij dat eruit trekken, om het wapen dat kort tevoren uit het lichaam getrokken was, te laten zien. Ook het woord inimici, dat dat niet hier vertaald wordt, dan laat je toch wat achterwege, want dat komt nog een keer voor hier. Inimici, het gaat ook om de vijandschap nog steeds tussen vader Sextus Roscius en die twee Titi Roscii. Dus dat inimici moet je hier wel zien staan, wat mij betreft.